Welkom bij Een kwestie van geloof, een wekelijkse podcast van Palcast, u gebracht door Paul Nieuws en Paliterke. Mijn naam is Stijn de Rudder, uw gastheer. Theologe en columniste Sonja Daalmans vat elke keer het belangrijkste nieuws over christenen in de wereld samen voor u. En samen focussen we ook op allerlei onderwerpen over geloof en religie in het algemeen. Het Afrikaanse land Nigeria is een van de gevaarlijkste landen ter wereld om te leven als christen. Er worden voortdurend jihadistische aanvallen gepleegd waarbij christenen ontvoerd, verkracht en vermoord worden. Boko Haram is de bekendste terreurgroep, maar die groep is niet de enige. Sonja, de afgelopen weken was er opnieuw een explosie aan geweld in Nigeria. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, we hebben inderdaad de afgelopen weken een intensivering gezien van jihadistische aanvallen, met name dan toch. Nog een paar dagen geleden was er bijvoorbeeld een trein met 970 passagiers, tenminste 970 passagiers, moet ik zeggen. Daar werden explosieven in de trein geplaatst door terroristen. Er werden eigenlijk een beetje willekeurig mensen doodgeschoten in die trein, passagiers. En er zijn vanuit die trein dan ook weer mensen ontvoerd. En ja, die ontvoeringen, ja, dat is wel een patroon wat we in Nigeria op dit moment heel veel zien. Hè? Dus dat er ontvoeringen zijn en dat mensen teruggekocht kunnen worden. En ja, dat terroristische groepen daar eigenlijk ook een beetje van leven is misschien een te groot woord, maar die financiën voor het terugkopen van mensen, dat helpt hen zeker. Zijn er ook aanslagen geweest die specifiek gericht waren tegen christenen? Ja, en helaas ook wel weer grote. Er is bijvoorbeeld in maart afgelopen maand is er weer een door de Fulani herders is er weer een aanslag op christenen gepleegd. Daar werden 50 christenen gedood en 100 mensen ook weer ontvoerd, dus waar we net ook al over spraken. Onder die 50 mensen die gedood zijn was ook een pastor, een christelijke voorganger, kun je zeggen. En er is tijdens die aanval ook een kerk in brand gestoken. En wat je vaker ziet, dat was hier nu ook weer het geval, dat er dan ook huizen en mensen hun oogst vernietigd worden. Of ook bijvoorbeeld velden ook in brand gestoken worden. Ja, en het is echt heel erg intensief geweest de voorbijgaande tijd, Stijn. Er zijn bij weer een andere aanslag nog 20 mensen gedood. Een aantal weken geleden. Je hebt in Nigeria door dat jihadistisch geweld, daar heb ik op Paul ook al wel eerder over geschreven, zijn er ook miljoenen mensen ontheemd geraakt. Die trekken dus weg uit het gebied waar die jihadistische aanslagen zijn, gaan dan ergens anders, worden opgevangen in barakken. En nou is er in de voorbijgaande maand, in maart, een opeenstapeling van 8 aanvallen. Juist op dat, die nederzetting met barakken, waar dus ontheemd geraakte mensen nu wonen. 8 aanslagen op een rij geweest. Waarbij 52 van die mensen hun nieuwe onderkomen dan weer in brand gestoken zijn. 20 voedselopslagplaatsen. En gezegd wordt dat terwijl dus die Fulani daar bezig waren met dat geweld, met die vernietiging van alles, dat Nigeriaanse legereenheden, die eigenlijk neutraal zouden moeten zijn, erbij stonden letterlijk en ernaar keken, maar niets deden om die christenen te helpen. Het is echt. Dit zijn dus mensen in zo'n barakkenkamp, die zijn al getraumatiseerd omdat ze gevlucht zijn voor ander jihadistisch geweld in de regio waar ze van oorsprong vandaan kwamen. En die maken dan dus dit weer 8 dagen op een rij mee. Het is echt in Nigeria op dit moment, het houdt niet op. Wat zeggen bepaalde christelijke organisaties in Nigeria of organisaties zoals Genocide Watch? Nou, christelijke organisaties in het land, die heb je wel, die spreken zich ook uit. Dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, want dat geweld is daar
alle dag, hè. Dus ik kijk met name naar wat bijvoorbeeld organisaties als Open Doors, die ken je denk ik nog wel, hè, van die ranglijst die ze jaarlijks uitbrengen over christenvervolging. Ja, die zeggen ook, plaats in Nigeria staat inmiddels op, in de top 10, hè, van de ergste landen waar het voor christenen dus eigenlijk niet mogelijk is om een normaal bestaan te leiden. Je hebt dan bijvoorbeeld nog International Christian Concern, waar wij ook mee gesproken hebben. Ja, die schrijven ook regelmatig over Nigeria. En dan heb je een wat meer onafhankelijke organisatie, als ik dat zo mag zeggen. Genocide Watch heette die. Dat zijn dan experts op het gebied, ja, echt van genocide. Dus dat gaat nog een stap verder dan vervolging, hè. En Genocide Watch zegt dat het probleem in Nigeria onder andere is, zij verklaren dus dat dit genocide is, duidelijk. En zij zeggen eigenlijk dat het grootste probleem is dat niet alleen de Nigeriaanse overheid, ja, ontkent dat het genocide is, maar ook de Amerikaanse overheid en ook andere regeringen eigenlijk. Je kunt je misschien nog herinneren dat ik een stuk over Nigeria geschreven heb dat in het laatste jaar van Trump's administration, zoals men dat in het Engels noemt, hè, dat Nigeria toen eindelijk op het land, op de lijst, neem me niet kwalijk, geplaatst werd voor landen van bijzondere zorg over religieuze vervolging. Waar die commissie, waar wij al vaker over gesproken hebben in onze podcast, hè, de USCRIF, Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid, ook al jaren zei, zet Nigeria op die lijst. Dat werd altijd niet gedaan. Dat interview met Raymond Ibrahim haalt hij ook aan, hè, dat er belangen waren van met name Clinton en Obama. Dat ze dat land niet op die lijst plaatsten. Ja, eigenlijk direct staan het moment dat Biden overnam van Trump, is Nigeria van die lijst afgehaald. Omdat Biden, zijn administratie, Blinken was dat, hè, die is toen naar Nigeria gegaan voor de ontmoeting met president Buhari. Die zei dat de beide landen gezamenlijke belangen hebben. Ja, het is die ontkenning. Ik denk dat die organisatie Genocide Watch dat heel goed ziet. Dat zij zeggen, dit is echt gewoon ontkenning van genocide. Je ziet het ook bijna niet in het nieuws, hè? Alleen als er echt een hele grote aanslag is waarbij honderden of mensen omkomen. Sporadisch. Maar wat daar echt dagelijks gebeurt, daar is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Ja, laten we verder de rol van Nigeria nog even bespreken. Volgens de Verenigde Naties zijn er in Afrika gemiddeld 14 jihadistische aanslagen per dag. Wat is de rol van Nigeria in dit jihadistische verhaal? Nou ja, ten eerste natuurlijk waar we net over spraken, dat er dus in Nigeria heel veel aanslagen, jihadistische aanslagen per dag zijn. En daarnaast heb je in grensgebieden, dus Mali, Burkina Faso, Niger, dat er ook soms vanuit Nigeria, dus in die grensgebieden, getrokken wordt naar andere landen, waar dan terroristische organisaties aanslagen plegen. Dat ze dat dus eigenlijk doen met Nigeria als thuisbasis, als ik dat zo mag zeggen van u. Dat is één ding. En je hebt dan bijvoorbeeld Boko Haram. Die zijn voornamelijk in Nigeria bezig, maar niet alleen. Maar met name dus in het noordoosten van Nigeria. Ja, dan heb je dus ISWAP. Islamitische Staat, dat is eigenlijk van ISIS, hè? Islamitische Staat West-Afrika, West-Afrikaanse provincie, die zie je ook wel actief in andere landen. Nu je die terreurgroepen aanhaalt, kan je daarover wat meer uitleg geven. De meeste mensen kennen Boko Haram. Je hebt ondertussen de Fulani vermeld, nu ook ISWAP. Wie zijn die groepen? Nou, ISWAP is eigenlijk een afsplitsing van Boko Haram. Dus er is niet alleen geweld van die beide organisaties, naar met name christenen toe, maar die hebben onderling ook strijd. En dat kan ook heel gewelddadig zijn. En je hebt Nigeria is eigenlijk een beetje van oudsher ingedeeld met een overwegend noordelijk islamitisch deel en een christelijk zuiden.
Dat wil niet zeggen dat dat 100% is. Want er wonen dus, wat ik net al zei, in dat Noordoosten ook wel christenen. En er wonen in het zuiden ook nog wel moslims. Maar overwegend. Hè, kun je die, die scheiding eigenlijk zo'n beetje aanbrengen. En in een aantal van die, ja, van die grensstaten die dus overlappen. Kaduna, Yobe. Je hebt ook de staat Plateau nog. Daar is heel veel jihadistisch geweld in het land zelf. En dan heb je dus die Fulani herders. Overigens, die president waar ik het net over had van Nigeria, die president Buhari, is zelf ook een Fulani. En dat geldt ook voor de gouverneur van Kaduna. En ik meen ook van Yobe, dat zijn ook beide Fulani. Er zijn ook wel onlangs twee rapporten over beide gouverneurs, Yobe en Kaduna, verschenen. Dat die ook bevooroordeeld zijn in hun reactie op jihadistisch geweld. Daar ben ik voor Paul nog dat rapport aan het analyseren. Maar ja, je kan wel zeggen dat christenen echt toch echt het vaakst doelwit zijn van deze organisaties of terreurgroepen. Kunnen we dan zeggen dat er een zeker verband is tussen president Buhari, die een Fulani-moslim is, en de Fulani-terreurgroep? Nou ja, dat zal men natuurlijk nooit erkennen. Maar Genocide Watch zegt bijvoorbeeld dat die president Buhari niet alleen niet genoeg doet, maar ook gewoon niet adequaat genoeg reageert. En dat hebben we ook al eerder gezien in een artikel van mij toen het ging over het witwassen van geld dat jihadistische groepen, bijvoorbeeld via dat systeem waarin ze mensen ontvoeren en dan geld verdienen om bijvoorbeeld mensen terug te laten kopen. Dat die witwaspraktijken, dat ook daar de Nigeriaanse overheid niet adequaat op reageert. Vonden ze niet leuk dat mensen dat zeiden? Meteen ging het charme-offensief van start, mag je wel zeggen. Maar dat is wel wat je over die regering van Buhari kan zeggen. We hebben het al enkele keren gehad over de organisatie Genocide Watch. Als het gaat over het woord genocide, dan denk ik aan minstens duizenden slachtoffers. Hoeveel christenen zijn er dan eigenlijk al vermoord de laatste jaren of het laatste decennium? Nou, dat is inderdaad heel ernstig. Alleen bijvoorbeeld al van 2020 naar 2021, dus in een jaar tijd, bijvoorbeeld de kinderen die vanwege de angst voor dit soort terreurdaden, hè, die ontvoeringen ook met name van scholen, van schoolkinderen, zijn er bijvoorbeeld in 2020 667 kinderen ontvoerd, onmogelijk naar school te gaan. Waren in 2020 7 miljoen kinderen, ook mede door COVID, maar dus ook door die grote ontvoeringen. En in 2021 was dat aantal al naar 10 miljoen kinderen gestegen, Stijn, die niet naar school kunnen. Dus onder andere vanwege angst voor jihadistisch geweld en ontvoeringen. Ja, dat zijn immens grote aantallen natuurlijk. En die Raymond Ibrahim die had natuurlijk gelijk toen hij zei van ja, het Westen investeert dan wel in projecten om meisjes naar school te laten gaan. Hè? Maar dat heeft geen zin als je niet dit jihadistisch geweld aanpakt of als je zelfs in ontkenning bent dat dat überhaupt bestaat. Hè? Wat die Genocide Watch zegt. Dat is onvoorstelbaar. En het Boko Haram heeft van 2011 tot 2021, waar we nu in afgelopen jaar in zaten, 40.000 christenen gedood. Ja, wat moet je er verder nog van zeggen? Ik denk dat evident is dat dit genocide is. Ja, 40.000, dat is een hallucinant getal. Mochten ze kunnen, dan zouden die Nigeriaanse terreurgroepen nog veel meer christenen willen vermoorden, denk ik dan. Ja, dat is ook wat Genocide Watch dus zegt. Die zeggen dus ook, in kranten, Raymond Ibrahim haalde dat ook aan in ons interview, hè, in kranten zeggen mensen dan wel eens, ja, nou, het is echt waanzinnig dat dit komt door klimaatverandering. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond.
Sorry daarvoor. Ja, dat is waanzin. Hè? Of dat die Fulani jihadistisch geweld plegen omdat ze graasland voor hun vee willen hebben. Nou, zegt Genocide Watch, ja, dat zijn hele mooie verhalen. En dat zal best meespelen. Maar de daadwerkelijke onderliggende motivatie is toch echt het willen uitroeien van die christelijke bevolking. Dan nog een laatste vraag om deze podcast te eindigen. Hoe gaan die Nigeriaanse terreurgroepen te werk? Ja, nou, je ziet een patroon. Hè? Behalve dus het vermoorden van mensen, het ontvoeren van mensen, vaak kinderen ook, zie je ook dat zij eigenlijk christenen in die delen, in die staten, het leven daar onmogelijk maken door eigenlijk altijd ook, bijna altijd hun oogst te vernietigen. Dus dat je niet in je levensonderhoud kan voorzien. En mensen hun huizen te verbranden of helemaal met de grond gelijk maken. Hè, dus je kan dan niet meer een normaal bestaan opbouwen. Zo, dat was het voor deze aflevering van Een kwestie van geloof, onze wekelijkse podcast over christenen in de wereld en over geloof en religie in het algemeen. U kan deze podcast beluisteren via onder andere Spotify, Apple Podcasts en podcast.be. Elke zondag mag u een nieuwe aflevering van ons verwachten. De nieuwe editie van Paliterke verschijnt elke woensdag op onze website palnieuws.be. Daar kan u zich makkelijk abonneren en krijgt u toegang tot al onze artikels. Op donderdagmorgen vindt u ons weekblad terug bij de Beter Dagbladhandel en ook op die manier kan u dus alle artikels en interviews lezen. Tot de volgende keer.